Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe video van TuneFit. Ik ben Tom en vandaag neem ik jullie mee door een bulkvlog. Ik ga namelijk laten zien wat voor maaltijd ik eet om spiermassa aan te maken en neem ik jullie ook mee door een push-workout. Ik ben, zoals jullie misschien weten, ben ik op vakantie geweest in Rome. En daarnaast is kerst en zo ook allemaal geweest. Ik ben niet zo heel strikt geweest de laatste week op mijn dieet en op het sporten. Dus vandaag ga ik weer even knallen in de sport, zodat ik goed let op mijn maaltijden en neem ik jullie mee. Nou, degenen die al vaker een voedingsvlog hebben gezien, herkennen dit ontbijt waarschijnlijk. Ik ga namelijk deze ingrediënten in de blender doen. Namelijk 100 gram havermout, 2 dadels, een banaan, een half scoop eiwitpoeder en doe ik wat frambozen als topping. En een beetje amandelmelk om het smeuig te maken. Eigenlijk hoort er ook 1 ei in, maar die zijn op, dus ik doe even iets meer amandelmelk. En als die in de blender is geweest, dan gaat die 3 minuten in de magnetron en dan heb je een soort van havermoutcakeje. Nou, misschien niet MasterChef waardig, maar geloof me, hij is wel erg lekker. Nou, dat is ook gelijk de maaltijd die ik eet voor het sport. Ik hou ervan om voor het sport dat complexe koolhydraten eet, zoals havermout of rijst, aardappelspasta. Dat geeft me gewoon voor langere tijd energie en geeft gewoon veel kracht tijdens de workout zelf. Ik neem jullie zo meteen mee in een push-workout voor borstschouders en voor triceps. En op het moment volg ik een push-pull-legs routine. Hierbij let ik niet zoveel op het volume tijdens mijn workouts. Dus doe ik minder oefeningen per spiergroep tijdens een training. Maar train ik mijn spiergroepen gewoon 2 keer in de week. Dit schema volg ik nu voor een paar maanden en mijn kracht is enorm toegenomen. Ik merk dat ik meer spieren aanmaakte wanneer ik mijn spieren maar 1 keer in de week train met een groter volume. Dus ik raad ook iedereen aan om dit schema een keertje te proberen. Nou, ik ga even ontbijten en zie ik jullie zo meteen bij de workout. In deze workout bleef ik een beetje tussen de 8 en 12 herhalingen zitten. Ik ging niet heel erg zwaar, want zoals ik al zei, ik was op vakantie geweest. Dus ik bleef gewoon een beetje hoger in herhalingen. De eerste oefening was de incline bench press. De bovenkant van mijn borst is het minst goed ontwikkeld. Dus daarom pak ik die als eerst, dat hij een beetje kan inhalen. De tweede oefening was de dumbbell press. Normaal gesproken doe ik deze ook met stang. Maar af en toe is het ook goed om af te wisselen naar de dumbbell press. Zodat je gewoon even wat afwisseling hebt. En daarnaast train je dan ook je borst en je armen individueel. Ook krijg je een iets grotere range of motion en train je wat meer stabiliserende spieren. De derde oefening is een isolatieoefening voor de borst, cable flies. En hier bleef ik een beetje tussen de 12 en 15 herhalingen. Bij deze is het heel belangrijk dat je echt een full range of motion hebt en dat je ook gewoon controle hebt tijdens de oefening. De vierde oefening voor borst is weer voor de bovenkant van mijn borst, omdat ik al zei dat dit mijn zwakke punt van mijn borst is. Deze is echt voor de binnenkant bovenkant borst. Deze pak je dan ook wat lichter en let je echt op de mind-muscle connectie. Hierna ook nog een dumbbell shoulder press gedaan. Normaal gesproken doe ik dit met een stang. Alleen omdat ik voor iets hogere herhalingen ging, heb ik deze ook met dumbbells gedaan. Hierna nog een isolatieoefening voor de schouders, de side raises. Deze raad ik aan om echt heel licht te pakken en echt te gaan voor mijn muscle connectie ook. De derde oefening voor schouders was een variatie van de front raises met de kabel. Deze is even iets gewichtsvriendelijker voor je schouders. Dus als je vaak last krijgt van je schouders tijdens die oefening, raad ik deze vooral aan. Dit is de eerste oefening voor de triceps die we deden. Ik vind het lekker om deze met de kabel te doen, zodat je ellebogen goed opwarmen voordat je je ellebogen verder aanpakt. En de tweede oefening was de skull crusher, alleen met dumbbells. Hier train je armen dus ook vooral individueel, zodat je niet kan gesmokkelen met je sterkere kant. En zorg ervoor dat de kracht echt uit mijn triceps komt, dat ik niet van andere kanten smokkel. Dat was de workout, enjoy de rest van de video. Nou, weer thuis van de sportschool. Jullie zagen dat ik net met de bovenkant van mijn borst begon met trainen, omdat het mijn zwakke punt is. En ik raad alleen aan om je zwakke punt als eerste te pakken als je op hypertrofie traint. Dat wil zeggen als je tussen herhalingen van 6 en 15 blijft. Hier train je vooral op spiergroei en niet zozeer op kracht. Wanneer je op kracht traint, blijf je een beetje tussen de 1 tot 5 herhalingen hangen. En dan moet je zorgen dat je met de grootste compound oefening begint van die spiergroep. Dus voor je rug zou dat deadliften zijn, voor je borst zou dat benchpress zijn. Ik zei net al dat ik 2 keer in de week mijn spiergroepen train. 1 keer op kracht gericht, dan begin ik dus met die hoofdcompound oefeningen. En de andere keer meer op hypertrofie en dan pak ik vooral mijn zwakke punten eruit. En voor mij werkt dat nu toe heel erg goed om kracht op te bouwen en spiergroei te krijgen. Nou, dat gezegd hebben, dan ga ik nu even de maaltijd maken voor na het sporten en het zal een shake zijn.
Nou, ik ben even gedoucht en omgekleed. Ik ga zo meteen even boodschappen halen om meal te preppen. Zoals ik net al zei, ik ben op vakantie geweest. De kerstdagen zijn geweest. Ik wil even iets beter op mijn voeding gaan zitten. En meal preppen kan er echt goed bij helpen. Dus ik ga even de boodschappen doen voor de meal prep. En zie ik jullie zo meteen bij de maaltijd. Nou, de meal prep zal per maaltijd gaan bestaan uit 100 gram kipfilet, 150 gram basmati rijst en 200 gram groenten. Bulk mode. I can't really see right. Cold eyes to hide what it feels like. They take from me what I need from you. Fast steps to find my way back to your love. We're due for a comeback. I get from them what I give to you. Please take me back to. Just take me back to. Just take me back to. Damn, I was on fire. Nou, meal prep is klaar. Ik had nog niet heel erg veel gegeten na mijn training, dus ik ga dit bord even opeten. Zoals je ziet, het is best wel een flink bord. En ondertussen ga ik even een nieuwe aflevering van Shooter kijken en dan zie ik jullie zo meteen bij de volgende maaltijd. Nou, avondmaaltijd gegeten. Mijn doel met bulken is zo'n 3500 calorieën per dag te eten. Ik zit nu op zo'n 2800 calorieën. Normaal hou ik het niet meer echt bij, want tijdens het bulken ben ik iets minder strikt dan tijdens het cutten. Maar voor vandaag doe ik het wel zodat jullie de calorieën en de macro's kunnen zien. En vandaag moet ik dus nog zo'n 400 calorieën opvullen. Dat ga ik zo meteen doen met de bakjes keer wat muesli en wat notenmix. Die calorieën en macro's zullen nu op het scherm komen. En daarna komen de calorieën en macro's van alle maaltijden van vandaag. En dan wil ik hierbij de video gaan afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Like die video als je hem leuk vond. Vergeet ook niet te abonneren op het kanaal voor nog veel meer video's. En zie ik jullie in de volgende video.